Goedenavond, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is maandagavond 23 september en ik heb weer gewerkt vandaag voor het eerst. Ik zit alweer in mijn pyjama hoor, dus lekker te relaxen. Maar eerste werkdagje vandaag, eigenlijk heel erg leuk. Leuk om mijn collega's weer te zien. Ik had voor, ja, we doen met een groepje zeg maar, altijd wat leuks voor elkaar meenemen. Dus dat had ik gedaan, dus dat vonden ze ook heel erg leuk. En ja, mijn mailbox was natuurlijk letterlijk ontploft. Maar daar had ik eigenlijk stiekem vorige week al een beetje doorheen gescrolld en al wat dingen gedaan. Dus alleen de mails waar ik echt even wat mee moest waren overgebleven. Dus die heb ik vanmiddag even kunnen doen. Ja, en het gewone leven is weer begonnen, jongens. Ja, ik vind het wel lekker. Ik vind vakantie heerlijk, maar ik vind het ook wel weer lekker als het allemaal weer een beetje ritme heeft en weer een beetje normaal is, moet ik eerlijk zeggen. Daar ga ik altijd wel goed op, om het maar zo te zeggen. Vanavond ga ik denk ik even de weekendvlog editen, dus daar heb ik ook wel zin in. Dan kan die woensdag online, of ik doe het morgen als ik terugkom van kaarten, want ik heb woensdag niet zo'n hele drukke dag, dus ik kan het morgen op zich wel wat later maken. Ik kijk nog wel even wat ik doe. Ik ga nu eerst daar even mijn koffie op drinken. Zo, een hele goede morgen. Het is woensdag, jongens. Ik ben gisteren helemaal vergeten te vloggen. Dat is erg. Ik vind dat echt erg. Maar echt, echt vergeten, want ik kwam gisteren thuis, heb ik gegeten. We waren vrij laat. Voor ons doen laat klaar. Dus ik had toen nog een half uurtje hier boven voordat we gingen kaarten. En ik moest even mezelf nog een beetje opfrissen. Ik had gemorst op mijn shirt met eten, dus ik moet een ander shirt aantrekken. Ik wilde nog even koffie drinken. Dus dat heb ik gedaan. En ik was echt volledig met het idee om jullie mee te nemen. Dat had ik maandag bedacht. En ik heb het gewoon niet gedaan. En ik ben gaan kaarten. En ik ben thuisgekomen. En ik heb de vlog afgemaakt. Tenminste, een poging gedaan. Renderen ging goed, maar uploaden wilde niet. Dus na tig pogingen ben ik rond een uur of 12 maar naar bed gegaan. En ik word vanochtend wakker en ik denk, ik heb gisteren helemaal niet gevlogd. Nou ja, sorry. Was niet helemaal de bedoeling. Nu is het woensdagochtend 9:50. Ik ben al een klein half uurtje op. Of ruim een half uur. Nou ja, maakt niet uit. Ik heb ontbeten. Ik zit nu nog even aan een bakkie. Ik ben even nog steeds met mijn marathon van Janneke bezig. Dus dat ben ik nu even aan het kijken. En dan moet ik iets doen vandaag waar ik helemaal geen zin in heb. Ik heb nog steeds die ondertitelingsklus voor mijn werk. En die moet echt vandaag af, want ik blijf het en maar uitstellen en het is veel werk en het is gewoon Want op een gegeven moment ben je het echt zat om naar je eigen stem te luisteren, dus dat ga ik vandaag echt afmaken. Eerder mag ik niet van mezelf iets anders doen, dus dat ga ik doen. En dan hoop ik daarna, want het is toch prut weer vandaag en het blijft ook prut weer, lekker in mijn bullet journal te gaan klooien. En daar kan ik jullie misschien wel wat in meenemen. Maar ik ga eerst die klote klussen afmaken, als ik het even zo mag zeggen. En dan zal het een grote opluchting zijn, hoop ik. Dus ik zie jullie daarna weer. Zucht. Het is een video van 20 minuten in 4 delen. 1 deel had ik dus al gedaan. 3 delen moest ik dus nu. Ik ben om 9 uur begonnen. Het is nu 10:50 en ik heb het tweede deel net af. Dus ik moet er nog 2. Ik had een beetje gehoopt om 12 uur klaar te zijn. Dat gaat hem niet worden. Maar ik ga tussendoor wel even mezelf douchen en aankleden. Want anders zit ik hier gewoon om 3 uur nog in mijn pyjama. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Dus hij staat nu het tweede deel dan eigenlijk te renderen. Dus ik drink even mijn thee op en dan ga ik even douchen. En dan weer vrolijk verder. Inmiddels is het 1:15. Ben ik aangekleed. Heb ik mijn brood uit de vriezer gehaald. Ben ik water voor een eitje aan het koken. En staat nummer 3, eigenlijk nummer 2 van vandaag, te renderen.
ga er niet meer over zeuren, ik beloof het. Maar wat kan je eigen stem je op een gegeven moment tegen gaan staan, zeg. Verschrikkelijk. Maar goed, nog één te gaan. Ik weet even niet hoeveel minuten dat is, maar dat ga ik vandaag zeker afkrijgen. Ja, helaas niet zo vroeg als ik zou willen, maar ik ga het afkrijgen vandaag. Dus dat is heel fijn. En dan heb ik vanmiddag en zeker vanavond absoluut nog wat tijd om even in mijn bullet journal te klooien. Dus nou, dat is een hele geruststelling. Dat ik hier in ieder geval niet een hele dag en avond mee bezig gaan zijn. Want daar was ik wel een beetje bang voor toen het vanochtend zo lang duurde. Yay! Het is af! Oh, wat ben ik hier toch verschrikkelijk blij mee. Hij staat nu te kopiëren naar, of alle vier eigenlijk, naar een USB-stick. Zodat ik ze morgen kan afgeven en dan ben ik er klaar mee. Het is nu een beetje lastig om... Nou ja, ik ben trots op het resultaat. Alleen heb ik het nu zo vaak gezien dat ik het niet meer kan zien. En dat is wel een beetje jammer. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga nu even afwassen. Mijn lunchpoeltje even. En eigenlijk ook mijn ontbijtpoeltje nog even op ruimen. En dan ga ik... aan mijn bullet journal beginnen. Ik wil nog wat plaatjes printen. Dus ik denk dat ik dat eerst even bij pa en ma ga doen. Dat ik dat eventjes... Nou, ik denk dat ik hier even wat plaatjes ga verzamelen. En dan naar pa en ma ga om het uit te printen. Dan heb ik ook nog wat leuke plaatjes om in te plakken. Dus nou, dat wordt helemaal leuk. Even Tineke stopzetten. Ik kan mijn kaarsjes wel weer tevoorschijn gaan halen, want het is echt parut weer. Het wordt steeds erger. Nou, dat ga ik van het weekend maar eens regelen. Maar even over Tineke gesproken. Ik wil Tineke even een shout-out geven, want zij is in 2017 begonnen met vloggen. Heeft nu 200 abonnees en verdient echt gewoon veel meer abonnees. Ze maakt vlogs. Haar kanaal heet Tineke Talsma, een vloggende 50-plusser. Nou, dat zegt eigenlijk al wat het is. Ze vlogt. Maar wat haar vlogs nou zo uniek maken, is dat Tineke woont in Friesland, heeft een boot en vindt het gewoon geweldig om tijdens haar wandelingen met haar hond Romke of tijdens de vaarttochtjes die ze maakt met haar man. Of gewoon als ze sowieso aan het lopen is. De prachtige natuur te filmen waar ze woont. En geloof me, dat is nogal wat. Ze woont nogal tussen mooie natuur. Ze vindt dat gewoon heel tof om te filmen. Ze filmt heel vaak de leuke en lieve beestjes die ze daar tegenkomt. En zet daar dan ook nog eens hele toffe muziek onder. Soms ook muziek wat ze zelf heeft ingezongen of haar dochter. Nou, ze gebruikt zulke toch wel niet de standaard muziekjes die je bijvoorbeeld altijd bij mij hoort of zo. En ja, ik vind dat gewoon heel erg leuk om naar te kijken. En nou, dus bij deze, ik ga het kanaal van Tineke even onder deze video linken. En ga er gewoon even een kijkje nemen. Ik hoop dat je het net zo leuk gaat vinden als ik. Goedenavond, het is alweer heel wat uurtjes verder. Ik ben klaar met Tineke, heb nog wat andere filmpjes gekeken. Heb mijn brood al klaargemaakt voor morgen. En er komt binnenkort iets super leuks aan op mijn kanaal. Ik moet heel even denken. Deze video zien jullie het weekend. Zondag of zo. Ja. Morgen. Jullie zien deze video zondag. En morgen maandag komt er een aankondiging van op mijn kanaal. Dus hou dat morgen goed in de gaten. Want ja, dat gaat echt heel erg leuk worden. Ik ga iets met iemand samen doen. Dus blijf kijken. Dat wordt echt heel erg leuk.
En ik heb net van Janneke geleerd hoe ik een timelapse moet maken. Dus dat ga ik binnenkort ook even uitproberen. Ik weet nog niet zo goed wanneer. Nu ga ik niet zoveel meer doen, dus dan heeft het ook niet zoveel zin om een timelapse te maken. Maar misschien kan ik morgen, ben ik morgenavond thuis, donderdagavond. Niet op tijd denk ik, want dan zou ik een keer een timelapse kunnen maken van de ondergaande zon. Want ik heb eindelijk geleerd hoe dat moet. Ik dacht altijd dat dat gewoon een versneld filmpje was, maar er zit een hele toestand voor op die camera. Dus ik ga het zeker een keer uitproberen. Voor vandaag vind ik het wel weer even genoeg geweest. Ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Gisteren weer niet kunnen vloggen. Daar baal ik wel een beetje van. Maar ik heb natuurlijk gewoon gewerkt. Toen had ik een evenement van mijn werk op het laatst. Dat duurde tot een uur of 5:30. Toen ben ik voor mijn nagels gegaan. Kijk, dit is het geworden. Beetje één donkere en de rest lekker licht. Toen dansles. En toen was ik 11:15. Want ze zijn iets later begonnen met dansles. Dus iets langer doorgegaan. Dus ik was 11:15 thuis. Toen moest ik mijn brood nog maken. En toen ben ik gewoon echt naar bed gegaan. Want vandaag gewoon weer een druk werkdag. Dus ja, dan moet je ook wel op tijd naar bed. Dus vandaar. Maar goed. Ik vlog vanavond gewoon vandaag nog even wat langer door voor de weekvlog. En dan begin ik gewoon morgen de weekendvlog. Dat doe ik wel vaker. Dat is op zich ook geen ramp. Dus vandaar. Maar goed, het is nu vrijdagochtend 8:00 denk ik. Ja, en ik ga naar mijn werk. Dus ik zie jullie vanmiddag. Hey, hallo. Ik ben weer thuis. Het is 6:30. Ik was laat thuis vandaag. Echt pas 6:15 geloof ik. Drukke dag gehad. Echt een hele drukke week gehad zelfs. Maar goed, wel heel leuk. Ik moet zeggen dat het wel allemaal leuke dingen waren. Dus dan is het ook minder erg natuurlijk. Ik ben even gezellig aan het bijkletsen met jonge vloggers. Zo noemen we ons groepje nog steeds. Dus Tineke, Ronald, Janneke. Suus en ik. Ik wou zeggen, ik mis er één. En, we hebben het allemaal druk gehad de afgelopen tijd. Dus soms is dat wel even gezellig om dat te doen. Dus goed begin van het weekend. Ik heb net daar een bakje koffie gezet. Dus die ga ik even pakken. En dan praat ik jullie later vandaag nog even bij over de dingen die komen gaan. Dus blijf kijken. Zo, ik ben inmiddels lekker gedoucht en ik ga nu lekker even de Meilandjes terugkijken, want dat had ik nog niet gedaan en dit vind ik sowieso super leuk om te kijken. Maar ik zou jullie nog eventjes bijpraten over wat er op de planning staat. Ik ben namelijk uitgedaagd door iemand om een 30 dagen challenge te gaan doen. En dat vind ik super leuk. Ik ben uitgedaagd door Janneke van Huisje Weltevree. Ik zal haar kanaal hieronder ook even linken. Maar ik gok erop dat de meeste van jullie haar kennen. Of zelfs via haar bij mij terecht zijn gekomen. Zij doet nu of deed in september. Dat is nu nog eigenlijk. De 30 dagen hardloop challenge. Samen met Ronald van Helemaal Ronald. Volgens mij gaat Helemaal Ronald, of Ronald van Helemaal Ronald, ook meedoen met deze challenge. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar als dat zo is, zul je dat ook op zijn kanaal terugzien. En ik ga maandag, dus dat is volgens mij de 31ste. Nee, de 30ste, want deze maand heeft maar 30 dagen. 30 september een aankondiging online zetten. Dus dan horen jullie welke 30 dagen challenge het gaat worden. Hoe ik hem ga aanpakken. Hoe die online komt. En dat soort dingen meer. Dus hou mijn kanaal in de gaten. Als het goed is zien jullie zondag de weekvlog. En maandag de aankondiging. En ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden.
Ik ga lekker de Meilandjes kijken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je weer in een volgende vlog. Doei doei!